dan gaan we de stand met u overlopen. Dit is de Kivien die aan de leiding gaat. De Audi, de wagen 17. De 79e wedstrijdronde. Volgt op 3,7 seconden door Kevin Estre in de Porsche. En Dennis Marshall in de Audi wagen nummer 40. Die volgt op 12,8 seconden. Dit is 16 seconden. En Ramos voor de derde en de vierde positie. Nico Ramos rijdt in de McLaren op de vierde positie, wagen 188. Wojcicki in de Mercedes, wagen 88 op de vijfde positie, volgt op bijna 8 seconden. Vooraan dus het gevecht tussen die twee. En dan is Marshall op een aantal seconden van elkaar. Was het close race een aantal minuten geleden. Nu de plaatsen wat ingenomen met een verschil van 3,7 seconden. Dus Nicky Team gaat aan de leiding in de Audi wagen 17. Tweede positie voor de Porsche, de 92 van Kevin Estre. Op 3,7 seconden, op 8,3 seconden volgt Dennis Marshall in de Audi. Dat is wagen 40. Nico Ramos op de vierde positie. Een aantal seconden nog hoor. Van Mappelli in die top 7, 8e positie van Tim Heineman in de Porsche wagen 20. En de 9e positie voor Van der Schillen in de Mercedes wagen 777. Rond de halve minuut verschil bij de leidende Audi. Nicky Tien inderdaad, met Tim Heineman, Schiller en ze volgen op een 33-tal seconden. En ze in de tweede BMW geplaatst wagen 998 op de 10e positie. Dat is de top 10 ranking. Daar heb ik weer de ronde pitstops uiteraard. Hè. Je weet het, dat een sint niet langer mag duren dan 65 minuten. En ongeveer op een uur ben ik bij u met een update van de wedstrijd. Er is niet zoveel gebeurd. De Full Cross Yellow, daar was ik nog aan de microfoon bij de vorige sint. Daarna kregen we de safety car in de baan met het away five. Nieuwe reglement dat als je bent op een ronde gereden, op een ronde bent gezet in je klasse, mag je je omdubbelen tijdens de away five. Dat gebeurt er ook en dan werd de meute opnieuw losgelaten. 20 uren, 53 minuten en 20 seconden hebben we nog te rijden. Remproblemen voor Jordan Pepper in de Lamborghini Quinto. Dat was de meegegeven de wagen die races geleden in de box werd de Lamborghini met remproblemen onderweg wagen van onder andere Jordan Pepper. Even meegeven, de top 3, daar bent u weer helemaal bijgepraat. Nicky Team aan de leiding, wagen 17, die deelt de wagen met Luca Itzel en met Kevin van der Linden.